ben op de Elandsgracht in Amsterdam en ik heb vandaag een afspraak met Marieke. Zij is lid van de branchevereniging Artframe en zij is heel erg goed in inlijsten. Hey Steffi. Hi. Hallo, hi. Dag, welkom. Ik ben in een lijstenwinkel. Ja. Tegenwoordig zie je toch juist heel veel dat kunst op de muur wordt gehangen zonder dat er een lijst omheen zit. Ja. Er is in de tijd wel een mode geweest om dingen zonder lijst aan de muur te hangen. Mm-hmm. Maar nu is het toch echt wel zo, ook door de hernieuwde belangstelling voor kunst, dat mensen het mooi ingelijst willen hebben. Hier heb je bijvoorbeeld een heel mooi werkje, dat is een schilderijtje. Wauw, wat is dit? Dat is bladgoud. Wow. Wit goud in dit geval. Je ziet dat de kleuren van de lijst eigenlijk de afbeelding, het doek ondersteunen. Hey, en dan heb je hier, laat je dus zien op wat voor verschillende manieren je iets kan inlijsten. Daar kun je goed aan zien wat een lijst met het werk doet. Ik ga je even meenemen naar boven, dan laat je wat meer zien. Ik loop gewoon achter je aan. Ik kan je hier een litho van Chagall laten zien. Ja. En die gaan wij conserverend inlijsten. Conserverend inlijsten is dat je uitsluitend zuurvrije materialen gebruikt. De tapesoorten mogen niet zelfklevend zijn, dus wij gebruiken daar stukjes Japans papier voor. En dat allemaal om veroudering van het werk tegen te gaan. Het werk zit nu in passepartout, maar er moet nog glas voor. Dat heb ik al gesneden. Met de handschoenen? En met de handschoenen aan, want het is glas, het heet museumglas. Wat is er verschil tussen museumglas en gewoon glas? Deze glassoort houdt 99% van de UV-straling tegen. Dus die blokkeert eigenlijk de schadelijke invloed van het licht. Mm-hmm. En, je kun je zien, hij is antireflectie. En, ja. En dan komt nu jouw expertise, de lijst. Daar hebben wij natuurlijk al wat werk verricht, want deze lijst is al klaar. Dit is een over de hoek afgewerkte lijst. De hoeken zijn dicht en de lijst is belegd met bladgoud. Waar haal je deze lijst vandaan? Die maken we zelf. Ik zal het je hier laten zien. Nog. Hier beneden in de werkplaats. Dat wil ik wel eens zien nog. Hier gebeurt het. Hier maken we de lijsten, zagen we, kleuren we, vergulden we de lijsten. Naar wens van de klant. En kan ik alleen met mijn kunst bij jou komen? Nee, je kunt eigenlijk kun je alles meenemen wat je in zou willen laten lijsten. Je liefdesbrief van je eerste vriendje. Wat heb ik laatst nog ingelijst? Eerste telefoon van iemand, eerste mobiele telefoon, foto's. Hier om de hoek zit een mooi hotel. Daar hebben we veel voor ingelijst. Daar wil ik je mee naartoe nemen om te laten zien hoe het er allemaal uit kan zien. Hier zie je allemaal verschillende kunstwerken ingelijst. Het zijn allemaal uit de Cobra-periode. Allemaal een andere lijst. Maar als je het werk... En toch een geheel. Ja, en dat komt als je werk op zichzelf goed in balans inlijst. Dan kan je het altijd bij elkaar plaatsen. Dan geeft het een balans. Dankjewel, ik vond het een hele inspirerende dag. Super tof. Dank je. En wil jij nou meer informatie of heb je een hele mooie brief op zolder liggen of je lievelingsfoto die je graag wil hebben ingelijst? Ga dan even naar www.art-frame.nl.